Dit is Tijd met Jezus, jouw dagelijkse Bijbelmoment. Luister in de stilte naar Gods stem. Vandaag luisteren we naar dit Bijbelwoord, Matteüs 13, vers 31. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn akker zaaide. Wat valt je op aan deze woorden? Wat raakt je? Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn akker zaaide. Mijn koninkrijk is niet groots en opvallend, zodat iedereen het zonder moeite kan zien. Het is eerder klein en onopvallend, heel dagelijks en gewoon, zoals iemand die een zaadje in zijn akker zaait. Zie je het voor je? Stel je open voor wat klein en onopvallend en alledaags is. De kans is groot dat je daar iets ziet van mijn koninkrijk op aarde, zoals in de hemel. Bid deze woorden en blijf dan nog even in de stilte van Gods aanwezigheid. God, geef me oog voor wat klein is. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.